Mijn naam is Amanda Schildmans. Ik ben de oprichter en initiatiefnemer van Stichting Statiegeld op Jeugd. En wij zetten ons in voor nieuwe woonvormen binnen Nederland, waarbij wij gebruik maken van eigen vastgoed van senioren, waarbij wij een woning kadastraal gaan splitsen. Er een situatie ontstaat dat de senior gewoon in zijn eigen huis kan blijven wonen. Boven een woonunit ontstaat voor jongeren. En op deze manier willen wij dus het woningaanbod gaan verdubbelen in Nederland. Om op die manier ook de demografie binnen gebieden in goede stand te houden. En daarbij is het zo dat de jongeren doen hulptaken voor de senior. En omdat ze dat doen, kunnen wij een gedeelte van de huur sparen. Zodat ze ook al meteen aan het sparen zijn voor hun eigen kostenkoper. En we hopen op die manier de jongeren te kunnen gaan helpen. Ook zij hun eigen woning te kunnen gaan kopen.